probleem dat we proberen aan te zetten, maar dat is dat dit hier het eerste is dat kan gerealiseerd worden. Zelfspraak met provincie op dit plan. Misschien is het ook wel een beetje het woord om daar kort eens over te zeggen, maar ik vind het spel dat we heel veel beter weten dan wij dat weten. Wat betreft de lokale problematieken en de overstromingen en welke woningen dat zijn, die kennen jullie ongetwijfeld veel beter dan ik. Nee, wat ik hier vooral, let op of uw kleedje is kapot. Ja, wij zijn dus de waterbeheerder van de waterlopen van tweede categorie, die de afgelopen jaren heel wat uitgebreid zijn, omdat we heel wat waterlopen ook van de gemeente hebben overgenomen. 1000 kilometer denk ik is er nog bijgekomen. En bedoel met dat natuurlijk zoveel mogelijk aan modern waterbeheer. Vroeger was het gewoon om elke week zo recht mogelijk te trekken. Dat heeft de problemen niet opgelost. Integendeel, dat heeft de problemen vaak verergerd. Dus wij proberen vandaag de dag van modern waterbeheer te doen. Wat houdt dat in? Ten eerste, het water dat valt, zoveel mogelijk op een normale manier opvangen. Hè. Ten tweede, als dat niet lukt, proberen we bekken te voorzien. Zodat er bij overstromingsgevaar ruimte kan gecreëerd worden om het water daar vast te houden. En pas in laatste instantie, als dat echt niet kan, we vinden geen ruimte om bekken aan te leggen, dan wordt het water. We zitten hier dus in de tweede fase. We gaan hier een bekken aanleggen omdat je, ja, het is een valleigebied. Dat betekent als er regen valt dat het wel eens versnelt door het stroom. En dat een liefgekabbeld beekje op korte termijn een woeste waterval, zal ik het niet noemen, maar toch een woeste stroom kan worden. Wat we gebruiken van deze valleigebied om een bufferbek te kunnen aanleggen zonder dat we heel veel werk. Staan er op zoveel mogelijk gebruiken om eigenlijk een dijk aan te leggen en hier denk ik een soort van, vermoed dat het hier is, een soort van pijpconstructie wordt ingericht, zodanig dat het water in normale omstandigheden gewoon kan doorvloeien, maar als er wateroverlast dreigt, dat het wordt opgehouden, opgestuwd wordt en dat deze kom, dit valleigebied zich kan vullen en dan later gecontroleerd kan worden. Ik heb begrepen dat de grondverwervingen die nodig zijn voor de dijk door de gemeente is gebeurd. Dat wij die later zullen overnemen en onderhouden dat de werken die niet zullen uitvoeren. Al bij al beperkt bedrag van een goede 100.000 euro zullen zijn. Dat het ontwerp klaar is en dat de overeenkomst met de landbouwers het grootste gedeelte reeds aan orde is. Dus ja, de werken kunnen zo snel mogelijk starten om dat gebied niet beveiligen. Ik heb begrepen dat de werken eigenlijk al gestart zijn, maar niet op het terrein, maar in het atelier. Men maakt dat prefab op maat en dan wordt dat weer geplaatst. Dus zoals ik het had gehoord, zouden de werken klaar kunnen zijn tegen de grote vakantie. Dus dat is zeer kort.